De Dordtse deelnemers aan de wielerronde in Alblasserdam zijn woensdag niet in de prijzen gevallen. In de belangrijkste rit, de 100 kilometer, kwam Witte Antonissen als 13e over de finish. De winnaar deed dat 2 minuten eerder. De vrouwen reden 65 kilometer. Guusje Waalboer pakte daar de 22e plek. In de sportklasse, een criterium over een afstand van 50 kilometer, kwam Martijn Hartelo terecht op de 15e positie. Jorrit Noppen was ruim 3 seconden langzamer. Hij eindigde als 18e. De wielerronde in Alblasserdam wordt ieder jaar verreden op de woensdag in de week van 25 juli. Het parcours bestaat voor een groot deel uit wegen met gewone straatklinkers en er zitten een paar verraderlijk scherpe bochten in. Het eerstvolgende criterium in de buurt is de Ronde van Dordrecht. Die vindt plaats op 2 september in Dubbeldam.